twee overwinningen op rij wacht komende zaterdag Heracles Almelo. De ploeg van hoofdtrainer Frank Wormoed pakte in de eerste drie wedstrijden slechts één punt en is dus gebrand op een overwinning. Lukt het Vitesse om de punten mee naar Arnhem te nemen? Nee, niet. 7 points in 3 matches, 2 clean sheets in a row, good statistics. Yes, good statistics, but in any case, we still have some problems because we have some new players, especially in the midfield line, and this is not easy to start really very well, understand each other, because not all players came at the beginning of a transfer window and not at the beginning of our preseason camp, and now we try to understand each other better, because usually Bazur, Tanana and Groth, we have three new players in midfield line, and which is not easy to play each game on the very top level. Ik denk dat we uitstekend zijn begonnen. Het belangrijkste wedstrijd was Ajax, daar spelen we gelijk tegen. En daarna spelen we Willem II en PEC en die winnen wij heel mooi. Dus voor ons was het 7 punten in 3 wedstrijden, dus een uitstekende start. Tomorrow Heracles Almelo, they have only 1 point in 3 matches. Difficult start for them. What do you expect from them? I observed match against PSV last game, and Heracles looked very well, very aggressive, created a lot of chances, almost dominate against PSV. PSV realized 2 chances after counter-attack, and for me Heracles continue to be very good team. Tomorrow will not play Serrero, and question mark about Barrow after his concussion. We can forget about Hillary for a long time. Toen ik 21 was, ben ik 25, 4 jaar terug, was mijn laatste wedstrijd in het stadion. Dus voor mij is het een heel speciaal gevoel om weer terug te komen in het stadion. Om het mensen te zien. En het is toch natuurlijk een club waar ik veel heb meegemaakt, groot ben geworden. Dus het is toch een speciaal gevoel. Ik weet dat het sowieso heel lastig gaat worden voor ons. Want wij spelen op gras en hun spelen op kunstgras. En ik denk dat dat ons voordeel was. Als we tegen grotere clubs speelden in het Heracles Stadion, dan was de kunstgras echt een voordeel voor ons. En ik denk dat we daar wel een beetje moeite gaan meekrijgen. En het probleem is dat wij gewoon ons eigen spel moeten spelen. En gewoon het goede resultaat blijven geven en alles geven voor de 3 punten.